Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben nog lekker vrij en ik had in één keer het idee om lekker eventjes weg te gaan. Ik heb vanmorgen even alles opgeruimd en schoongemaakt, vanmorgen vroeg de cavia verblijf gedaan en zo. Maar ik heb dus geen zin om thuis te zitten. Ik heb niet veel te doen, ik moet morgenochtend werken, donderdag een halve dag. En vrijdag een ochtend. En het weekend blijf ik gewoon lekker thuis. Want dan heb ik het weekend ook nog allerlei dingen te doen. Dus ik had het idee om lekker gewoon even op pad te gaan. En dat ga ik dus ook even doen vandaag. Want ik heb geen zin om thuis meer zitten. Dus ik ga lekker in mijn upje onderweg naar Delft. Ik zou misschien denken, wat ga je in Delft doen? Zelf ook nog niet echt een idee. Ik weet wel dat er een groot winkelcentrum zit. Dus ik denk dat ik daar even lekker ga rondwandelen. En gewoon even kijken. Soms heb je gewoon wel eens zin om gewoon even lekker alleen op pad te gaan. Zonder vrienden of familie of zo. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik stap zo op de metro naar Schiedam. Vanaf daar over op de trein naar Delft. Maar nog een tram. En dan ben ik er. Goed, aangekomen op station Delft. Ik ben eigenlijk nog nooit echt in Delft geweest. Dus ik vind het eigenlijk wel grappig om hier dan zo te zijn. Komt echt gelijk aan een haventje, kom je eruit. Dat is wel leuk. Het station is eigenlijk aan de andere kant. Dus daar ga ik straks naar binnen. Het is leuk om naar die kant naar binnen te gaan. Maar ik ben nou via de achterkant zeg maar eruit gegaan. Dus op naar het winkelcentrum. Goed, ik ben er en het eerste wat ik zie is een telefoonwinkel. Let's go. Goed, ik loop in het centrum. Ik heb een hoesje gevonden. Het gaat te gaan met kretertjes. Is wel cute. Dat is echt vet goedkoop. Ik loop echt in een best groot winkelcentrum eigenlijk. Dus dat is wel, wel leuk. Ik loop nu even er doorheen. Gewoon kijken wat er allemaal zit. Dan kan ik daarna lekker op mijn gemak winkeltje in, winkeltje uit op de terugweg. Maar, het ziet er leuk uit hier. Delft is überhaupt best gezellig, vind ik. Met ook een hele andere superhelden game. Store. Het zit best leuke dingen. Even lekker op deze. Goed, en ik sta weer buiten. Het winkelcentrum was grappig. Maar niet echt dat je denkt, dat kan je daar lekker shoppen ofzo. Het waren echt van drogisten en supermarkten en dat soort dingen. Maar goed, ik ben er geweest. Het was gezellig. Ik ga nu naar de andere kant van Delft. En daar schijnen ze wel allemaal winkels te hebben aan de grachten en zo. Dus ik denk dat ik daar even lekker ga rondhangen, even een bakje doen ergens daar en dan onderhand straks weer lekker naar huis toe. Maar gewoon lekker een beetje rondhangen. Niks verplichts waar ik heen moet of zo. Of geen doel om ergens heen te gaan of zo. Gewoon lekker rondhangen, lekker kijken en gewoon even lekker eruit op mijn gemak. Ik vind het heerlijk om even lekker op pad te zijn, want ja, soms is dat gewoon even gewoon lekker om alleen op pad te gaan. Dus ik vermaak me wel. Ja, jij weet ook donders goed hoe het vroeger was, dus. Yes. Ja, klopt. Oh, net even een vriendin van mama gebeld. Is even lekker aan de babbel geweest, maar ik heb net even op het grote plein geweest. Bij de markt. En ik ben nu gewoon een rondje aan het wandelen. Het was alleen net even hard aan het regenen. Dus ik ben helemaal nat. Maar goed, dat is niet zo'n probleem. Ik wil even kijken of er nog iets te doen is hier in Delft. Want
best wel saai aan of zo. Ik heb ook niet zo zin om nu al gelijk terug te gaan. Dus ik ga even spieken of er nog leuke winkels zijn. Goed, ik liep er net daar op het plein. Bij de kerk. Ik ben nu aan de andere kant. Want hier zitten winkels. Dan kan ik heel even droog lopen. Want het is echt niet normaal van dat kistje er. En even een parapluutje halen. Dat is misschien wel iets wat ik in deze weeromstandigheden wel mee moet gaan nemen. Gelukkig kan ik trouwens op zich best wel goed tegen regen. Dat soort dingen. Het boeit me nooit zo. Maar nu zou een paraplu toch wel even lekker zijn. Dus op zoek. Oeh, er zijn ook allemaal leuke films. Nee, voor een paraplu, want het gaat steeds harder regenen. Goed, gewoon niet normaal. Ik zocht een toilet. Ik kan nergens in zonder los geld. Ik heb 5 cent geregeld. Ik ga nu, het winkeltje zit hier al boven. Ik ga nu vanuit Hartje Delft terug naar het station. Kijken wat daar nog hangt en dan op een gemakje weer terug naar huis. Goed, ik loop nu even droog, maar ik heb zo'n gevoel dat deze paraplu het niet gaat houden tot thuis. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval loop ik even voor grotendeels droog nu. Want om maar echt in de zijkregen te lopen, dat is nou ook niks. En normaal gesproken zou ik een hoodie aandoen of zo. Maar ik dacht, ik doe deze jas aan, want het gaat niet regenen. Wel dus. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga nu gewoon lekker door de binnenstad. Terug naar Centraal. Centraal, het heet niet Centraal, het heet gewoon Delft Station Delft. Maar dat maakt niet uit. Gewoon lekker langs alle grachtjes. Het is trouwens wel echt super gezellig, vind ik. Ik ga wel even gauw een selfie maken in de regen. Goed, selfie is gemaakt. Naar het station. Goed, tot zover het einde van. Hij is al 2 keer omgeslagen. Maar goed, ik ben al op het station. Die ligt vlak voor mij. Ik wist het, dus ook een gitaar van, of een gitaar, een paraplu van 3 euro. Goed, ik heb toch even droog gelopen. En de wind die eronder staat, pakt hij. Kut hoor. En goed, ik ben alweer op station Delft. Goed. En tot zover. Oh, we zijn in Starbucks. Yes. Koffie. En tot zover het tripje Delft. Koffie halen. En nog naar huis. Goed. En ik ben inmiddels weer terug in Spike City. Ik heb een aantal leuke dingetjes ook in Delft nog gescoord voor de trein inging. Daar heb ik niet gefilmd. Maar ik heb een nieuwe winterjas, of tenminste een nieuwe goede jas voor mijn pa gekocht. Die is zelfs eigenwijs en die loopt altijd gewoon in zijn werkjas. Maar ik vind als je gewoon lekker vrij bent en met je gezin op pad gaat, moet je niet je werkjas aan doen. Maar mijn pa is daar zo lekker makkelijk in. Dat is helemaal niet erg. Maar ik heb dus een nieuwe jas voor hem gekocht. Zit er die tas. Ik heb voor mezelf 2 nieuwe grijze broeken gehaald. Want ik ben de laatste een beetje gek van grijze broeken. Maar ik heb maar 1 normale grijze broek. 1 een beetje gemeleerde grijze broek. En 1 grijze broek waarvan er een rits onder op mijn been zit. Maar die blijft niet dicht. Die gaat steeds omhoog. Dat is heel irritant. Dus dat heb ik gehaald. En ik heb even een hoesje gehaald. Een gewoon even hoesje bij de Pri, want als we dan volgende maand, of tenminste eind deze maand naar Antwerpen gaan, naar Danny toe te gaan, dacht ik, dan kan hij dat hoesje zien. Ja, dat vind ik wel grappig. Dus die heb ik gehaald en ik heb even een snackje gehaald. Dat gaan we zo lekker opeten en ik heb nog sushi van gisteravond staan, dus dat moet ik ook nog opeten vanavond. Tenminste, ik heb het in de koeling gezet, dus ik kan het zo meteen gewoon nog lekker eten, gelukkig. Dus dat is wel lekker. Dus ja, helemaal blij. En ik ga zo even douchen, want mijn haar ziet er niet uit. Is echt bagger, bagger vet. Dus het wordt wel tijd om even lekker mijn haar te wassen. Maar ik ben blij dat ik dat vanmorgen niet gedaan heb met dit weer. Dan had het er niet meer uit gezien.
Maar ik heb schattige dingetjes gehaald. Het leukste wat ik heb gehaald vind ik de jas van mijn pa. Maar ja, hij kan het gewoon goed gebruiken. En zelf haalt hij eigenwijs het niet. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik heb grijs gehaald. Ik denk dat is niet zo'n hele gekke kleur, maar is wel gewoon wat anders dan zwart. Dus ik hoop dat hij het leuk vindt. Maar nu in ieder geval naar huis en mijn puff nemen, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Ik zit in mijn tas, maar wilde ik expres niet doen, omdat ik er een beetje eng van word. En dat wil ik niet doen als ik in Delft loop. Morning, het is vandaag woensdag en het is ochtend. Koffie. Ik heb met mijn half 6 opgegaan. Mijn pa zijn voet ingezwachteld. Die heeft last van zijn voet de laatste tijd. Dan kunnen jullie tegenwoordig daar zitten. Hoop ik. Waar kunnen jullie dan staan? Hoezo? Ah, kijk nou hoe leuk het is. Nee, ik heb mijn pa zijn voet ingezwachteld, zodat die wat makkelijker kan lopen vandaag. Want die zit met een scheurtje in zijn voet, dus dat is echt wel rottig. Maar voor mij heb ik dus vanmorgen eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik ben wakker geworden en dit is trouwens het hoesje wat ik gisteren heb gescoord. Helemaal glitter en glamour. Hij is bruin, oranje, goud, glitters. En de omleiding is bruin. Dus helemaal leuk voor dit seizoen. Ik ben helemaal blij ermee. Maar ik heb een lekker koffietje. Ik ben zelf nu helemaal klaar. Ik heb make-up gedaan, ik haar gedaan. Ik heb nog even gedoucht. Dus mijn haar is nog nattig. En zometeen moet ik naar buiten met regen. Geen zin in. Maar goed, het moet wel. Ik drink lekker mijn koffie op. En ik ga zo lekker naar mijn werk toe over 20 minuutjes. Even lekker een YouTube-video kijken en dan gaan we een goedje werken. Goed, ik ben klaar om te vertrekken, maar ik laat de camera thuis, want het gaat toch de hele dag regenen, dus het heeft geen zin om hem mee te nemen. Dus ik zie jullie als ik weer thuis ben. Tijd om te vertrekken. Goed, ik ben precies 3 kwartier op pad geweest. Ik ben terug thuis, het is 19:30 en ik kreeg pijn aanvallen. Ik ben nou eens eit aanvallen op mijn worst. Nog steeds. Ik weet niet wat het is, maar het moet gewoon echt stoppen. Dit is gewoon niet leuk meer. Dit doet helemaal zeer. Alles verkrampt. Ik word benauwd. Het ademen doet weer zeer. Dit is helemaal niks. Echt, wat een klote zooi. Jesus Christ, hé. Ik ga op de bank zitten en zo meteen mijn werk gaan. Mijn teamleider me bellen. En even uitleggen hoe of wat. Goed, ik loop even buiten. Met Billy. Ik ben lekker aan het kroelen. Ik wil mijn camera pakken. En even filmen. Ik loop echt al 20 minuten of zo met hem buiten. Gewoon lekker te wandelen door de tuin. En zoals me met kusjes aan het geven op mijn hand. Gewoon lekker bij me kruipen en kroelen. Billy had een zusje, Bella. Die is er helaas niet meer. Maar nu hebben we natuurlijk Minnie, dat is de koningin van mijn pa's zus. Ze zijn best goede vriendjes, maar Billy is echt een knuffelkont. Vergeleken Minnie helemaal niet. Dus hij is helemaal blij. Ik heb hem net even gepakt. Hij ligt ook echt helemaal stijf tegen me aan. Lekker aan het kroelen. Ja, Billy. Zo leuk. Ik loop echt al 20 minuten lang rondje in de tuin. Zo leuk. Ik ga jullie gewoon even neerzetten.
Thank you.